Scholengemeenschap Nikeri, SGN, heeft met 89% direct geslaagden voor het VWO-examen beter gedaan dan voorgaande jaren. Twee scholieren zijn afgewezen, vier hebben herexamen en twee inhaalexamen. SGN onder directeur Suresh Lachman is tot nu toe heel blij met de uitslag en hoopt met de herexamenkandidaten het resultaat van 2018 te overtreffen. SGN had 2 jaar geleden een slagingspercentage van 90% bij de VWO-examenkandidaten. Goed, de resultaten van SGN, scholengemeenschap HAVO VWO Nikeri. We hebben, laten we beginnen bij VWO. Van 72 kandidaten is 64 direct geslaagd. Dat is 89%. Inhaal hebben we 2. Dat is 3%. Herexamen hebben we 4 studenten, dat is 5%. En afgewezen 2, dat is 3%. Dus het aantal kan na inhaal en herexamen gaan stijgen. Dus op dit moment is het 89%. De verwachting is we hopen dat het boven 90% uitkomt. Dat is het resultaat bij VWO. Van de HAVO-eindexamenkandidaten van Nikeri is 70% direct geslaagd en heeft 28% herexamen. Dat zijn 42 om 17 leerlingen. Van de 60 kandidaten is 2% afgewezen. Dat is 1 leerling. En bij HAVO, daar hadden we 60 studenten. Geslaagd 42, dat is 70%. Inhaal 0. Herexamen, dat aantal daar is 17, dat is 28%. En afgewezen 1, dat is 2%. Dus de verwachting is hier ook dat het aantal geslaagden na de herexamens meer gaat worden. Onderdirecteur van SGN Suresh Lachman vandaag tijdens het presenteren van de uitslagen van de VWO en HAVO in Nikeri.